Woede wordt al in heel oude teksten beschreven. Zo was het de Romeinse Neca, die rond 50 voor Christus woede omschreef als een wilde en lelijke emotie. Woede kan ontstaan als je je bedreigd voelt of geprovoceerd wanneer jou of je naaste onrecht wordt aangedaan. In een poging de controle terug te krijgen, kun je uitbarsten in een krachtige emotionele reactie. Woede. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van woede. Gebleken is dat deze hersengebieden bij woede aangaan. Met tot gevolg dat je bloeddruk omhoog gaat, je pupillen verwijden en je hevig kan gaan transpireren. Het interessante is dat de een zijn woede kan reguleren, terwijl de ander in eenzelfde situatie compleet door het lint gaat. Ook hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat emotieregulatie te zien is in de prefrontale cortex, het hersengebied dat een signaal geeft om af te remmen. Maar hoe hard dat gebied werkt en of iemand dus in staat is zijn woede te controleren, verschilt per persoon. Samengevat, hoe gevoelig je bent voor woede is afhankelijk van een heleboel factoren, zoals omgeving, opvoeding, hormonen en genetische aanleg.